Laten we een kijkje gaan nemen naar het Learning Assessment 1.4.1 op pagina 161. Dus dat bestaat uit een opamp en aan de ene kant een spanningsbron. Die spanningsbron staat op 12, is een bron van 12 volt. Hier staat een weerstand van 12 kiloohm. Een weerstand van 2 kiloohm. Daarnaast een weerstand van 10 kiloohm. En hier is er een negatieve terugkoppeling. En de vraag is, hier hangt dat nog aan de grond. En dit hangt ook aan de grond. En de vraag is, wat is de stroom? Ja. Dus we zien dat het systeem negatief teruggekoppeld is. Dat betekent dat deze twee op dezelfde spanning staan. Deze bron van 12 volt. Dat betekent dat dit op 12 volt staat. Hetzelfde spanning is dit op 12 volt. Het hangt gewoon aan elkaar vast. Dit staat dus ook op 12 volt. Dus over deze weerstand staat een spanning van 12 volt. De weerstand is zelf 2 kiloohm, dus het betekent dat hier een stroom van 6 milliampère doorvloeit. Hier aan de inhangen geen stroom, dat betekent dat in deze tak geen stroom voert. Dus dit betekent dat hier ook 6 milliampère doorstroomt. Als je dan een weerstand hebt van 12 kiloohm, dan zal hier 6 x 12 is 72 volt spanningsverschil over deze weerstand staan. Hier heb je al 12 volt. Plus 72 wordt dus 84 volt op dit knooppunt. Dat betekent dat er 84 volt over deze weerstand staat en dat dus deze stroom 84 volt gedeeld door 10 kiloohm 8,4 milliampère is. En dat is hier de gevraagde stroom. Laten we nu gaan kijken hier naar dat knooppunt. Dus wat zien we? Hier is de verbonden aan de opamp geen stroom. Hier komt 6 milliampère toe, hier komt 8,4 milliampère toe. Hebben we dan problemen hier in dit knooppunt? Nee, we hebben hier 6 milliampère, 8,4 milliampère. Maar hier, in de oppomp, is ook verbonden aan de grond. Dus dit stuk is ook verbonden met de oppomp. Dus die 8,4 plus 6, dat is 14,4 milliampère die hier toekomt, stroomt hier terug naar die oppomp en komt er hier terug uit. Dus in dat opzicht is de wet van Kirchhoff, dat de som van alle takstromen nul is, voldaan.